Een school die heel veel Surinamers heeft helpen vormen, van jong tot en met oud. Deze school bestaat 75 jaar. We hebben het over de Stelingschool. Vandaag praten we met enkele leerkrachten wat dit allemaal betekent, hoe ze het hebben ervaren en een beetje geschiedenis van deze school. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Ik ben Aranza Swedo en samen met cameraman Carlos Merton brengen wij u het eerste deel. Ik sta hier met mevrouw Vanessa Touyram. Ze is dus leerkracht verbonden aan de Stelingschool. Allereerst, hoe gaat het met u? Dank u wel dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te praten vandaag. Ik zei al, de Stelingschool wordt 75 jaar. Wat betekent dit voor de school? 75 jaar is niet zomaar. 75 jaar betekent heel veel. Ik ben ampertjes 3 jaar hier. Maar het voelt goed aan om op de Stelingschool les te geven. Ja, als ik u zou moeten vragen, wat maakt de Stelingschool apart? Wat zou uw antwoord daarop zijn? Mijn antwoord, de beste, niet de beste, laat maar zeggen. We doen ons best om goede resultaten te boeken. Ja, dat is het. U heeft het gehad over goede resultaten. Brengt me eigenlijk naar mijn volgende vraag. Hoe lang bent u al in het onderwijs? Ik ben al 12 jaar in het onderwijs. Als u moet kijken hoe het toen was, toen u pas in het onderwijs was en nu, hoe zou u dat omschrijven? Een hele grote verandering. Hele grote verandering, omdat er nu andere boeken aan te pas zijn gekomen. En wat voor invloed heeft dat eigenlijk op de manier van lesgeven? Ik denk, het is voor mij hoor, beter, want de kinderen worden dan... eigenlijk wordt er meer van ze verwacht dan voorheen. Voorheen was het, wij als leerkrachten moesten ze alles meegeven. Maar nu is het, hun gaan aan het werk. Wij doen ons ding en hun gaan dan aan het werk. En wat voor invloed heeft dit op dus de resultaten van de kinderen? Het is zo dat als je ziet dat bijvoorbeeld een groepje, want ze worden in groepen verdeeld. In sterren worden ze verdeeld. Dus als je ziet dat bijvoorbeeld een kind van ster 1... ster 3 zwak is, gaat die persoon dan naar ster 2. Hij doet zijn best, gaat naar ster 2 en zo gaat hij verder. Suriname is natuurlijk ook slachtoffer geweest van de COVID-pandemie. Hoe is de Stelingschool daarmee omgegaan? Wat wij deden, ze kregen dan werk. Via de app ging dat. Of ze kwamen op school hun pakketje halen en dat deden ze, kregen ze mee naar huis. En dan moesten de kinderen werken, thuis werken. Het onderwijssysteem in Suriname gaat gebukt onder een bepaalde druk. En we merken dat vele leerkrachten daar last van ondervinden. Het zorgt natuurlijk ook een beetje voor demotivatie. Hoe proberen jullie op deze school toch de dusdanige motivatie bij elkaar te krijgen om verder te gaan met het lesgeven elke dag? Ja, elkaar ondersteunen sowieso. Praten tot elkaar en elkaar sommige... meer poweren, motiveren van niet opgeven. Toch? We doen het voor het kind, we zijn voor het kind hier op school. Toch? We zijn voor het kind in het onderwijs, we gaan voor het beste. Niet opgeven. Hoe ziet u de toekomst van de Stelingschool? De toekomst, ik zie het als geweldig. We proberen ons best te doen. Ik zie het ook, ik ben ook zorgjuf. Dus alles wordt ook minder. Dus de zorgen worden minder. De leerkracht doet zijn uiterste best om deze zorgkinderen aan te pakken. Heeft u nog een boodschap of informatie die u wilt toevoegen in verband met 75 jaar van de school? Aan mijn collega's wil ik zeggen, blijf je best doen. Onze beste beentjes voorzetten. Als de leiding van de school, ik ben ook onderhoofd. Als de leiding van de school probeer ik altijd ze te ondersteunen. Mijn beste beentjes voor te zetten. Ze te motiveren. En dat zullen we zelf zien dat het beter gaat worden. Dank u wel en hartelijk gefeliciteerd. Mevrouw Dorothy Aaron, u bent schoolhoofd van de Stelingschool. 75 jaar. Wat betekent dit voor u? Het is een mijlpaal voor ons. Dat de school 75 jaar bestaat. Het heeft een heel stukje geschiedenis. Als we terug moeten gaan naar de naam van de school. Ja, de Friedrichstelling is altijd voor de meeste mensen een heel moeilijke naam om uit te spreken.
Maar van oudsher is het een Duitse naam. Deze meneer was een Duitse missionaris die ook in Suriname bezig was met het zendingswerk. En de EBG heeft dan ook deze school vernoemd naar deze zendeling. U heeft het zo mooi gezegd, een beetje geschiedenis als we kijken naar de naam. Hoe lang bent u als school of op deze school? Ik ben al 7 jaar schoolleider hier op school. Hoe heeft u deze periode ervaren vanaf het begin tot en met nu? Zo, als ik zeg de stelingsschool heeft zijn stempel gedrukt in de Surinaamse samenleving. Ik ben hier 7 jaar en ik heb het als heel prettig ervaren. Ik vind het heel fijn om schoolleider te zijn van een van de beste scholen van Stichting Onderwijs der EBGS. Ja, en we gaan ervoor. We gaan er altijd voor het beste en voor kwaliteit onderwijs. Dus ik ben blij dat ik op zo'n school, maakt niet uit hoor welke school het mag zijn, maar ik ben blij dat ik schoolleider mag zijn op een van de scholen van Stichting Onderwijs der EBGS. Hoe belangrijk is het voor u om stil te staan bij het herdenken of het vieren van 75 jaar van deze school? Kijk, als we naar de hedendaagse situatie kijken, zou je zeggen van nee, we feesten niet. Maar het is een heugelijk feit, niet alleen voor ons, maar ook voor de kinderen. Ook voor Stichting Onderwijs is het een heugelijk feit dat ze 75 jaar lang hier op deze plek onderwijs hebben kunnen bieden aan de jongelui. En dat nog steeds doen. U heeft inderdaad aangehaald de situatie waarin we leven. Op welke manier gaan jullie, of hoe gaan jullie om als school met vooral de economische druk en ook de druk die er heerst in het onderwijssysteem van Suriname? Zo, om te beginnen, de stelingsschool heeft altijd een goede ouderbetrekking. Dus de ouders zijn betrokken in alle activiteiten van de school. We hebben ouderbetrokkenheid en ze participeren met alles van de school. Het is maar even een appje of een belletje en de ouders staan klaar. Ik ben wel zeggen, ik ben heel trots op de ouders van de stelingsschool. Ondanks alles wat de economische situatie betreft, hebben ze wel altijd iets klaar voor de school. Dat wil zeggen hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij de school. En dat merken we ook bij onze prestaties, onze leerprestaties. De ouders zijn echt nauw betrokken met de school. Zoals elke andere school hebben jullie natuurlijk ook wel te kampen met mogelijke obstakels. Hoe gaan jullie daarmee om? Kijk, de obstakels zijn er, maar wij doen het stapvoets, stapsgewijs. We kunnen niet alles in één keer, maar we zijn bezig te sparen. We willen de school ook een mooie verfbeurt geven. En we zijn bezig te sparen. Goed. Als we moeten kijken naar de toekomst, wat zijn uw toekomstplannen? Wat zou u graag willen, of ja, veel meer willen doen voor deze school? Voor deze school, een van mijn plannen, we zijn al op weg, want we hebben de sponsoring wel gehad van Telesuur. We hebben een paar computers van ze gehad, maar we willen heel uitgebreide ICT-ruimte hebben. Omdat dat nodig is. Hedendaagse kinderen zijn vaak genoeg bezig op internet. En wij willen ze dan ook leren van hey, hoe om te gaan met internet. Dus het is heel erg belangrijk dat we een ICT-ruimte hebben. Goed. Heeft u nog een boodschap die u wilt toevoegen of extra informatie in verband met de jaardag? In verband met de jaardag van morgen. Morgenochtend hebben we de vlaggenparade. De kinderen komen feestelijk gekleed op school. Als u erbij zou zijn, gaat u het zien. We hebben speciaal de kleuren van 75 gekozen. En de kinderen en leerkrachten komen allemaal en de ouders komen ook zo gekleed naar school morgen. We hebben dan een dankdienst in de kerk. En daarna hebben we gezellig samen zijn. De ouders hebben daarvoor gezorgd, samen met de juffen. Hebben ze dat alles georganiseerd. Dat elk kindje bij elke jaardag hoort er een taartje bij, hoort er een hapje bij en een drankje. En daarvoor hebben de ouders massaal zich ingezet om dat te realiseren. Dus morgen wordt het een heel leuke dag met de kinderen samen. Goed, dank u wel mevrouw Aaron en ook gefeliciteerd met de school.
En we zijn helaas aan het eind gekomen van het eerste deel van In Gesprek Met. We hebben gehad over wat 75 jaar de Stedelingschool betekent voor de samenleving. En het ligt in de toekomstplan om natuurlijk uit te breiden en nog mooiere projecten te doen met deze school, zoals de directrice dat heeft aangegeven. Dat was het eerste deel, maar gaat u nu weg, want mijn collega Richelle Maknak heeft een tweede deel voor u. Dankjewel Aranza. Kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. In dit deel praten we met Shanti Finichan. Ze is de voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit. In verband met hun 55-jarig bestaan gaan we een gesprek voeren met mevrouw Finichan. Kijkt u mee. Welkom in ons programma. De Aardekus viert vandaag haar 55ste verjaardag. Hoe kijkt u terug? Ja, voor mijzelf is het ongeveer de helft van die tijd dat ik verbonden ben aan de universiteit. Maar de universiteit is een heel belangrijk instituut voor Suriname. We leiden het hoogste kader op. En we leveren eigenlijk aan de maatschappij, zeg maar de overheid, bedrijven, allerlei instanties leveren mensen die dus op een hoger niveau bezig kunnen zijn. En bent u tevreden met hetgeen de Aardekus in die periode heeft kunnen bewerkstelligen? Ja, voor een groot deel wel, maar natuurlijk er is nog heel veel winst te behalen. Er is nog heel veel dat moet gebeuren, maar daar zijn we dus continu mee bezig. Als ik me even spits op de opleidingen, de studiemogelijkheden die de Aardekus biedt, en, is er in de afgelopen jaren wat uitbreiding geweest? Jazeker. We hebben dus jarenlang hadden we maar 3 faculteiten en we hebben er ondertussen 7. Ja, dus ze zijn nog vrij jong, die nieuwe die erbij zijn gekomen, nog vrij klein. Maar het is dus wel de bedoeling dat in de toekomst ze wat groter worden. Dus het aantal opleidingen is echt behoorlijk toegenomen. Welke zijn de 3 nieuwe faculteiten? 4 dus eigenlijk. Hè. Dus vanaf 2015 zijn ze operationeel. Humaniora, dus daar hebben we de talen en geschiedenis. En waarschijnlijk vanaf volgend jaar of het jaar daarop ook cultuurwetenschappen. En dan hebben we wis- en natuurkundige wetenschappen. Dan heb je wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. En dan hebben we ook de faculteit juridische wetenschappen bestond eigenlijk al. Is toen opgegaan in maatschappijwetenschappen en is vanaf 2016 weer op eigen benen. En we hebben de interfaculteit graduate studies en research. Waar vooral de bepaalde masteropleidingen verzorgd zullen worden. Het is 55 jaar Aardekus. Wat voor activiteiten zijn in de planning om dit te gaan vieren? Ja, dus we hebben de onthulling van het standbeeld van Anton de Kom. Staat helemaal voor op de campus. De president van de Republiek doet dat. En we hebben de traditionele diasrede. En dan vieren we dus op die manier de verjaardag. Iemand houdt een reden, er wordt verslag gedaan over het afgelopen academisch jaar. En de best geslaagde studenten kregen een prijs en dat soort dingen. En daarna hebben we een informeel samen zijn. Waarover gaat de DS-reden dit jaar? Dit jaar, de titel is Wij zijn de Universiteit van Suriname. Het gaat over de verdiensten van de universiteit voor de Surinaamse gemeenschap. En ook van wat we in de toekomst willen gaan doen. We staan nu op het terrein van de Anton de Kom Universiteit. En ik zie wat veranderingen. Is het in het kader van het 55-jarig bestaan? Niet per se. Het terrein, de gebouwen, die hebben een groot achterstallig onderhoud. En we proberen gewoon beetje bij beetje de zaak aan te pakken. Dus vandaar dat u ziet dat één gebouw opnieuw geschilderd is, een ander is nu bezig geschilderd te worden. En zo gaan we de verschillende gebouwen af.
En wat het terrein betreft proberen we ook ja, op tijd te maaien, op tijd te snoeien en dat soort dingen. Ja. Aan de andere kant waar de bibliotheek staat, en, is de weg ook geblokkeerd vanwege de bouw van iets. Wat komt er daar precies? De weg geblokkeerd? Oh, bij de zonnepanelen. Ja, 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 ja. Dus dat is een vrij groot project. Het is een donatie of een project gefinancierd door de, even kijken, hoe zeg je het in Nederland, Verenigde Arabische Emiraten. Die hebben dus de zonnepanelen geschonken en alles toebehoren erbij. Het project is geïnitieerd door vier van onze docenten van de faculteit der technologische wetenschappen. Dus de panelen staan er al en ik denk binnen een paar weken of een paar maanden kunnen we dan de opening hebben. En het is dan de bedoeling dat met die opwekking dat we dus een grote besparing zullen hebben op onze energierekening. En voor wat betreft dus de toegankelijkheid voor studenten om bijvoorbeeld een opleiding hier te volgen. En in de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er constant een verhoging is gekomen in de inschrijfgelden. Hebben jullie gemerkt dat er minder studenten inschrijven en hebben jullie ook weet van mensen die dus de studie verlaten? Het is een beetje minder geweest. Maar ik denk dat het meer ook de algemene situatie van het land is geweest die daarvoor heeft gezorgd. Maar men moet wel bedenken, als je het bedrag bijvoorbeeld vergelijkt met andere landen en als je het goed afzet tegen wat je ervoor krijgt, is het helemaal niet veel. En het bedrag dat men betaalt is niet voor de docenten. Want de docenten worden betaald uit de subsidie die we krijgen van de overheid. Dus het is meer voor andersoortige dingen. Water moet betaald worden, elektriciteit, onderhoud en noem maar op, kantoorartikelen. En er zijn dus nu faciliteiten via NOB, studiefinanciering. Dus het is best wel toegankelijk. En u zegt er komt nog meer uitbreiding voor diverse studies. Heeft u bijvoorbeeld in mind wat de gemeenschap vraagt en hoe gaan jullie daarop inspelen? Ja, uiteraard willen we spelen, houden we rekening met wat de gemeenschap wil. Alleen is het in sommige gevallen zo dat we die experts, die deskundigen niet in Suriname hebben. Dus je kan niet alles aanbieden. En als je dus deskundigheid uit het buitenland moet laten halen, wat we wel ook wel doen in een heleboel gevallen, wordt het prijskraadje gewoon hoger. Ja, dus, Ja, betalen jullie duurder als jullie bijvoorbeeld een online lessen verzorgen, laten verzorgen door deze gastdocenten? Mm-hmm. Het is, dan hoef je geen ticket te kopen voor zo iemand of een, hoe zeg je dat, hotelkosten te betalen. Yeah. Maar je betaalt wel voor de colleges die die persoon verzorgt. Daar betaal je wel voor natuurlijk. Ja. En u heeft gesproken over het feit dat jullie niet altijd genoeg kaders hebben om een bepaalde studie te kunnen verzorgen. In de afgelopen periode, ja, breed in Suriname, heeft men gezegd er is sprake van brain drain. Hoe hebben jullie dat ervaren op de universiteit? Ja, wel, we maken het mee, ja, dat er docenten zijn weggetrokken en dat is een aderlating voor de universiteit, voor bepaalde opleidingen. Ja, we gaan het moeten oplossen met deeltijdse docenten. Dus dat is op korte termijn natuurlijk. Gastdocenten uit het buitenland. Gelukkig zijn sommige van de mensen die vertrekken nog bereid deeltijds wel colleges te verzorgen. Maar het is iets dat onze aandacht heeft, ja. En zijn die docenten die jullie aantrekken een bekwaam genoeg? Ze moeten wel. We gaan dus geen mensen aantrekken die niet, het werk niet aankunnen. Want anders raken we verder van huis natuurlijk. Ja. En voor wat de studenten betreft, want veel mensen zeggen van als ze een bepaalde functie of titel hebben, dat ze wegtrekken, want dan zijn ze meer een ja, beter gesitueerd in het buitenland. En heeft de universiteit misschien statistieken daarover? Hoeveel studenten wegtrekken na het afronden van hun opleiding?
Nee, dat hebben wij niet. Dus we hebben wel dat opleidingen op zich wel bijhouden waar de mensen die bij hun studie hebben afgerond, waar ze naartoe gaan. Sorry hoor. Maar wie echt weggetrokken is, daar heb ik op dit moment geen cijfers van onze afgestudeerden. Mm-hmm. En de universiteit draagt eigenlijk bij aan een wetenschappelijk onderwijs voor de samenleving. En de samenleving dus zoveel mogelijk te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Als we kijken naar het wetenschappelijk onderwijs, wat is de focus van de Surinamer als het komt op wetenschappelijk onderwijs? Wat trekt meer hun interesse? Ja, je ziet de meestal de traditionele studies, hè, geneeskunde, rechten, economie. Maar wij proberen juist meer en meer ook uit te leggen aan jongeren op de middelbare school en zo van hou rekening mee dat je met zeg maar wat, een bachelor in Nederlands kan je ook dit gaan doen. Of een bachelor geschiedenis, bachelor wiskunde. Dus een beetje los van de traditionele. En we proberen dus, net wat ik eerder al zei, onze opleidingen te moderniseren. Dus in ieder geval dat je meegaat met de tijd en met de vraag die er is. Ik merk dat bijvoorbeeld voor opleidingen zoals een Nederlands en geschiedenis bij humaniora er in de afgelopen tijd minder interesse is geweest. Weet u misschien waardoor dat komt? Ik denk dat het komt doordat men niet zo direct kan zien wat je kan gaan doen met zo'n opleiding, toch? Dus we hebben dus jarenlang deze opleidingen alleen op het IOL gehad en daar word je leraar. Dus men denkt, ja, dan ga ik leraar worden, maar dat is het niet. Maar het zijn jonge opleidingen. Dus gaandeweg, wanneer men beter gaat zien van oké, die is daar beland, die is daar beland. Bijvoorbeeld een paar van die afgestudeerden van geschiedenis zijn vooral in de archeologische richting gegaan. En ze houden zich nu daarmee bezig. Dus dan wordt het duidelijk voor de jongeren die nog moeten, een keuze moeten maken van oké, dat kan. Dus het gaat een beetje tijd nemen. Mm-hmm. En nu 55 jaar Adekus, welke richting wilt u dat dit instituut opgaat? Ja, dus we hebben in die 55 jaar vanwege allerlei omstandigheden hebben we vooral gefocust op het wetenschappelijk onderwijs. En we willen ons dus nu vooral echt op dat onderzoek gaan richten. Dat betekent niet dat er geen onderzoek gedaan wordt op de universiteit, uiteraard wel. Maar het moet, het moet meer worden. En in sommige gevallen gewoon naar een hoger niveau getild worden. Dus dat is vooral waar we ons nu op gaan richten. Ja. En de universiteit doet heel veel onderzoek, want vele studenten studeren af en moeten een bepaald onderzoek doen. Afgelopen week heb ik gehoord van iemand die een lezing heeft verzorgd dat er wordt wel onderzoek gedaan, maar het moet toegankelijker worden voor de samenleving. Dus hoe toegankelijk zijn de onderzoeken die zijn verricht op ADEC voor de samenleving? Kijk, dat is niet primair onze taak. Dus ik zeg niet dat we dat niet gaan doen, maar we gaan ons nu vooral eerst focussen op dat er door de medewerkers, dus niet alleen de studenten die een afstudeerwerk moeten doen, dat er door hen meer onderzoek gedaan wordt. En vooral ook gepubliceerd, want daar gaat het om, gepubliceerd in wetenschappelijke bladen. Okay? En meestal is dat niet toegankelijk voor leken, mensen die geen deskundigen zijn. Maar uiteraard gaan we dan in een volgende fase probeer je dus de zaken uit te leggen, begrijpelijk te maken voor de gemeenschap. Lukt niet voor alles. Maar want nogmaals, die focus is op die wetenschappelijke publicaties. En die gaan niet altijd begrijpbaar zijn voor ieder. Je hebt aangegeven dat de wetenschappelijke publicaties uitgegeven of kunnen komen in een journal. Maar heeft de universiteit zo'n universiteitsjournal of iets in die zin? We hebben een journal, de Academic Journal of Suriname. Het heeft wel een beetje op een laag pitje gefunctioneerd, maar het is er nog. Het is er nog. Dus ja.
En u heeft daar net gezegd, de medewerkers van de Adekus moeten ook onderzoek gaan doen. Welke medewerkers bedoelt u? De docenten. We hebben een drieledige taak namelijk, toch? Dus onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ja. En als we terugkomen op het beeld dat onthuld wordt in verband met 55-jarige bestaan van de Adekus. Waarom zo lang? Wat bedoelt u met waarom zo lang? Er was nog geen beeld van Anton de Kok. Ja, dus daar, ja. Op het, waar we achter staan. Ja, dus dit beeld is 5 jaar geleden geschonken aan de universiteit. Dus dat was bij het 50-jarig bestaan. Maar door allerlei omstandigheden was het nog niet geplaatst. En dan hebben we gezegd, oké, nu voor die 55 jaar gaan we dat dan wel in orde maken. Mm. En misschien kunt u de gemeenschap weer uitleggen waarom het Anton de Kom Universiteit heet en wat voor inspiratie de universiteit uit hem put. Ja, dus we weten Anton de Kom was vrijheidsstrijder, activist, maar hij was ook een schrijver. En hij heeft dus in feite wetenschappelijk gepubliceerd op een wetenschappelijk niveau. Dus in dat verband is het dus passend gepast dat de universiteit naar hem vernoemd is. Hij is helaas verguisd, verbannen uit Suriname en al dat soort dingen. En in Nederland terechtgekomen, of via Nederland terechtgekomen in een concentratiekamp. En daar overleden. Dus steeds bezig geweest met opkomen voor de rechten van de zwakkeren in de samenleving. En heeft u een boodschap of een oproep aan de samenleving? Ja, het oproep is draag de Anton de Kom Universiteit een warm hart toe, ondersteun ons. En in een lijntje van daaruit gewoon voor ons land, dat we ons moeten realiseren dat we in een heel mooi land wonen, een goed land. En dat we de liefde voor ons land moeten uitdragen. Kijkers, met deze woorden van mevrouw Venetian zijn we gekomen aan het einde van dit deel van In Gesprek Met. In het eerste deel hoorde u mijn collega Aranza Suedo over het 75-jarig bestaan van de Stedelingschool. Gaat u nog niet weg, want mijn collega Sifra Goudland heeft nog een deel voor u. Een van de bekendste commerciële bankinstellingen in Suriname heeft als eerste en enige een kredietwaardigheidsrating gehad van Caricris. Dit en veel nog meer in dit laatste deel van In Gesprek Met. Kijkt u mee. Kijkers, zoals ik aangaf in mijn intro, zijn wij op bezoek bij een financiële instelling. En om meer te weten over de kredietswaardigheidsrating, praten wij dan met de commercieel directeur van de Finabank, meneer Almar Giesberts. Meneer Giesberts, welkom in Gesprek Met. Dank u wel. We vallen dan direct met de deur in huis. Wat is precies een kredietwaardigheidsrating? Een kredietwaardigheidsrating is in feite een rapportcijfer. Wat men wat aangeeft, wat het vertrouwen is wat men kan hebben in de bank. Ja, en jullie hebben de cijfer E+ of E gehad. Wat moeten we daaronder verstaan? Dat het 10 is? Dat het een heel goed cijfer is. Ja, dat het in de buurt van een 10 komt. Ja. Wat zal dat betekenen voor uw bankinstelling zelf met zo'n kredietwaardigheidsrating? Ook als enige en als eerste in Suriname. Voor ons is het heel erg belangrijk, ook voor onze klanten, is het heel erg belangrijk omdat het aangeeft wat de positie is van de bank. Dus het geeft aan dat de governance heel erg goed is, dat we goed in de liquiditeiten zijn, dat onze leningportefeuille gezond is en dat de bank in het algemeen heel erg gezond is. En het heeft ook een zogenaamde stable outlook, dus het is bijna een 10. En het vooruitzicht dat we krijgen van de retentie van het bureau dat ons dus heeft beoordeeld, is dat het ook voorlopig zal blijven. Die E-rating is voor Suriname heel erg belangrijk.
Omdat het iets aangeeft hoe het buitenland dan naar Suriname kan kijken. En in het specifiek geval Finabank. En dat stelt ons in staat om ook buitenlandse investeerders aan te trekken. En om onze leningportefeuille verder te laten groeien. Is er dan een verschil tussen de A en de A+? Ja, de A+ is voor de lokale valuta, dus dat is SND. En de A-rating is voor de vreemde valuta. Daar hebben ze apart naar gekeken. Je moet je voorstellen dat hier een team is geweest, of online is geweest. Ik denk dat ze 3 maanden intensief met ons zijn bezig geweest. Heel veel interviews hebben gehad. Heel veel cijfers hebben bekeken. Eigenlijk alle cijfers hebben bekeken. En hebben ze steeds onderscheid gemaakt tussen de lokale valuta en de vreemde valuta. Omdat het risicoprofiel daar altijd anders van is. En je moet dus daar wel onderscheid in maken. En beide zijn heel erg goed. En waren jullie op de hoogte dat jullie een rating zouden krijgen? Dus we hebben onze diversificatiestrategie. Dus elke 3 jaar zetten we onze strategie uit. En dan gaan we nadenken, oké, wat gaan we de komende 3 jaar doen? Waar komen we vandaan? Hoe hebben we het gedaan? En hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we stabieler zijn? Hoe kunnen we meer vertrouwen wekken? Dus een onderdeel van die strategie is dus buitenlandse investeerders ook aantrekken voor verdere groei. En dan is het belangrijk om een rating te hebben. Dus wij hebben op eigen initiatief hebben we het ratingbureau benaderd en gekeken wat de mogelijkheden zijn. En ze waren ook best enthousiast om daarover te praten, omdat het voor de eerste keer is dat ze dus naar Suriname zijn gekomen. Omdat iemand dat toch een beetje heeft gedurfd om die rating aan te vragen. Heel goed, mensen zeggen kudos. Ja. Dankjewel. Ja. Maar wat zal dit dan betekenen voor de bestaande en misschien ook toekomende klanten van de Finabank? Dat ze meer vertrouwen in Finabank kunnen hebben. Dus het geld is veilig bij Finabank. We staan nu ook onder hun toezicht, dus onder toezicht van het buitenlandse ratingbureau. We moeten elk kwartaal rapporteren, dan kijken ze of de rating nog hetzelfde is. Dus of alles nog is zoals ze nu hebben geanalyseerd. En dat betekent dat er voldoende vertrouwen is voor groei van de bank, voor het aantrekken van meer middelen, zodat we dus ook verder kunnen groeien. En dat klanten dus kunnen rekenen op een goede dienstverlening. En wat gaf Caricris nog verder aan in hun conclusie toen ze jullie de kredietrating hebben gegeven? Ze hebben dus aangegeven dat we heel sterke governance hebben. Dus dat is de leiding van de bank, de aandeelhoudersstructuur, de RVC en het team in de bank, de afdelingen, de belegging van de verantwoordelijkheden, 4-ogen-principe, 6-ogen-principe, functiescheiding. Dat zijn allemaal termen die we heel goed hebben geïmplementeerd. Allemaal op papier, maar we leven het ook na. Dat hebben ze aangegeven. Ze hebben aangegeven dat de liquiditeiten heel sterk zijn. Dus dat betekent dat je heel veel capaciteit hebt voor het terugbetalen van schulden. Als bank is dat natuurlijk heel erg belangrijk dat je altijd aan je opvragingen moet voldoen. Daar voldoen we in ruime mate aan. Onze leningportefeuille is ook voldoende gediversificeerd. Dat betekent dat we niet al onze eieren in één mandje hebben gezet, maar dat we meerdere mandjes hebben met meerdere eieren. Zodat het risico verdeeld is en dat we eventuele tegenvallers echt heel makkelijk kunnen opvangen. Je gaf ook aan dat jullie periodes hebben die jullie moeten rapporteren. Om de hoeveel tijd moeten jullie dan zo'n rapportage uitbrengen en wat moeten jullie om en bij oppervlakkig in zo'n rapportage hebben? Dus dat is een behoorlijke lijst. Het is elk kwartaal, dus om de 3 maanden moeten we een heel pakket aan informatie sturen. Betreffen dat heel veel details die dan worden geanalyseerd. En dat betreffen met name of primair de financiële cijfers. Tot in vrij scherp detail gericht op de risico's dan. Waarop zij dus kijken of zoals ze toen hebben gezien, dus nu hebben gezien, recent hebben gezien, of dat nog hetzelfde is of zo niet beter of anders. En ze kijken natuurlijk ook naar de aandeelhoudersstructuur, of dat ongewijzigd is, of dat het uitgebreid is of niet. Of naar de RVC, naar de directie, naar het team. Eigenlijk doen ze de hele analyse opnieuw, maar dan kijken ze alleen naar de verschillen. Oké. En ik ga er ook vanuit dat de bank zijn
of haar klanten ook heeft geïnformeerd over deze rating. Hebben jullie best wel feedback teruggehad van jullie klanten? Ja, we hebben behoorlijk wat feedback gehad. Daar zijn we wel best wel bijzonder trots op. We hebben eigenlijk alleen maar positieve reacties gehad. En dat is, daar zijn we gewoon best wel trots op. We blijven wel bescheiden natuurlijk, want dat heeft ons ook ver gebracht. Maar we zijn best wel trots op die feedback. Klanten zijn heel tevreden. Sommige klanten hebben ook gevraagd van, hey, ik zie het bericht, wat betekent het? Dus daar hebben we dan gesprekken mee gevoerd om het verder uit te leggen. En de wat meer zakelijke klanten of klanten die, zeg maar die in onze Platinum Banking portefeuille zitten, die hebben er vaak al affiniteit mee hoe dat soort dingen internationaal werken. En die waren ook vooral heel enthousiast. En was het moeilijk voor jullie om de kleine man, om dit goed uit te leggen wat het eigenlijk betekent? We hebben gemerkt dat het afhangt van de woorden die je kiest. Kijk, als je zegt, wat ik zojuist zei bijvoorbeeld, als je een goed rapportcijfer hebt gekregen, ja, dan is dat eigenlijk heel erg duidelijk. En wat de implicatie daarvan is, als je dan uitlegt dat de bank heel stevig is en dat het er heel goed uitziet en dat het heel duurzaam is, dus dat de bank een hele mooie toekomst heeft, dan kan iedereen dat begrijpen. Een van de punten die u ook opnoemde, was dat jullie leningsportefeuille goed uitziet. Na COVID ging het een beetje moeilijk, we zijn nu 3 jaar verder. Dat mensen moeite hebben om een lening te nemen bij de bank. Hebben mensen nog steeds moeite, want COVID heeft heel wat mensen hun baan laten verliezen. En als je nu echt berekent, dan hebben niet ieder nu direct al een vaste baan. Zijn mensen over die drempel ingestapt om toch nog naar de bank te komen? Want je hebt nog heel wat mensen die banken niet vertrouwen, vooral met hun valuta. Is dat wel een geval bij de Finabank? Of is het vertrouwen in de Finabank dan wel gegroeid door de afgelopen 3 jaar heen? Kijk, wij zijn met COVID kwamen met name natuurlijk de zakelijke klanten heel erg als eerste in het gedrang. Dat heeft wat negatieve effecten gehad. Toen hebben wij als eerste bank gezegd, we gaan uitstel van betaling geven. Dus dat betekent dat klanten geen rente, geen aflossing hoeven te betalen. Dat heeft uiteindelijk andere banken hebben dat overgenomen met goedkeuring van de centrale bank uiteraard. En dat heeft direct vertrouwen gewekt bij de klanten. Dat ze echt dachten, hey, die bank is er ook als het wat minder gaat. Je moet er voor de klant zijn, ook als het wat minder gaat, om te kijken van, hey, wat is er precies gebeurd? Kunnen we er iets aan doen? Kan jij er iets aan doen? En hoe gaan we verder? Dat heeft heel veel vertrouwen gewekt. Wat we nu zien is dat klanten wel degelijk nog leningen nemen. De groei is er met name, of eigenlijk in alle segmenten is er, maar ook in het retail segment. Dus de werkende mensen die een baan hebben, die zien we best wel leningen nemen. En wat we tegelijkertijd doen is die leningportefeuille gezond houden. Dus we kijken wel goed naar wie het kan betalen en wie het niet kan betalen. Want we vinden het onverantwoord om een lening te geven aan iemand die het niet kan betalen. Want soms zie je dat mensen dan wel heel graag een lening willen hebben of nodig hebben. Maar dan gaan we met ze praten en leggen we uit van, kijk, ja, u verdient nu dit en u zit in die situatie. Dus misschien moet u het niet doen of minder lenen. En dat is, dat wekt ook heel veel vertrouwen in de markt. Het is soms niet leuk om op die manier in principe nee te moeten zeggen. Maar we doen dat wel in de vorm van een advies. En we zien dan toch dat het vaak wordt opgevolgd. Tegelijkertijd moet ik er wel iets aan toevoegen en dat is dat we nu zien dat de hypotheken die zijn, dus het is moeilijker voor mensen om een hypotheek aan te vragen, omdat de rentes natuurlijk ook gestegen zijn en het inkomen van de mensen natuurlijk onder druk staan door de inflatie, hogere prijzen in de winkels, dat zien we natuurlijk ook allemaal, maar wat we nu met dus de andere bank, de centrale bank en de regering aan het bespreken zijn, is de 7% regeling uitbreiden, waardoor het mogelijk wordt om die voorwaarden soepeler te krijgen, waardoor dus meer mensen toegang kunnen hebben tot die lening. En met name die inkomensgroep die het nodig heeft. Maar wat zou dat betekenen? Want het is net als wat u aangaf, het is niet
gezond en ook niet raadzaam om een lening aan iemand te geven die het niet kan aflossen. Maar je hebt ook mensen die een beetje doordrukkend zijn van oké, maar als het bedrag iets lager wordt, kan ik er wel voor in aanmerking komen. Want ik had wel dit nodig, ja, maar ik heb wel iets nodig om te kunnen beginnen bij wijze van spreken. Als ik zo naar u luister, dan wil ik zeggen dat de Vinabank ook wel iets soepel is. Ja. Kijk, nee, daar zijn we niet zo goed in om te zeggen. Maar soms kan het dan toch niet. Maar dan willen we wel met dat advies komen. Dus we gaan altijd met die klant in gesprek van ja, u kan wel dit lenen, maar dit niet. En dan zie je dat mensen ook nou ja, vaak hun verwachtingen bijstellen. Of ja, hun leven uiteindelijk iets anders inrichten op dit moment. Omdat we wel zien dat de behoefte er is. Sommige mensen hebben gewoon dingen nodig qua vervoer of anderszins. Maar dan ja, is het misschien niet hetgene waar ze over dromen, maar wel hetgene waar ze tevreden mee kunnen zijn. En dan zo verder kunnen opbouwen. En we hebben ook veel terugkerende klanten. En we zien ook dat ze echt ja, stappen maken en verder komen in hun leven. Die gesprekken hebben we intern. Het team heeft die gesprekken met die mensen. Sommige mensen vragen ook naar speciaal die medewerker. Dus ja, dan krijg je ook een lange relatie. Waardoor dit soort verhalen ook als anekdotes gedeeld worden binnen de bank. Ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe die desbetreffende persoon de klant zich laat voelen. Vandaar ze dan ook vragen van ik wil bij die persoon. Ja, zeker. Dat klopt. Denkt u, want we zitten nog 1 maand verwijderd voordat het jaar 2023 eindigt. Ja. Denkt u dat je een evaluatie als commercieel directeur kunt maken over het jaar 2023? 2023? Het is denk ik... Het is een goed jaar geweest. Er zijn heel veel uitdagingen geweest voor iedereen in het land. De bank heeft daarop ingespeeld. Natuurlijk ook om de bank te beschermen tegen de invloeden buitenaf. Suriname is een heel volatiele omgeving. Dat betekent dat er heel veel veranderingen zijn continu. Je ziet dat een heel belangrijk deel was de uitgaven van de overheid. Dat is nu een stuk minder geworden. De koers is een heel belangrijk element. En je ziet dat dat gelukkig, laten we het afkloppen, de afgelopen maanden stabiel is gebleven. Het gaat zelfs ietsje omlaag, maar dat is niet iets waar wij per se voorstander van zijn. Als het stabiel is, dan kan iedereen zich daarop inregelen. We kijken nu uit naar de terugdringen van die inflatie. Dus de inflatie zorgt ervoor dat de prijzen omhoog gaan en we zien wel dat aangepakt moet worden. Dus dat is nu denk ik iets heel belangrijks wat aangepakt moet worden. Dus al met al 2023 een moeilijk jaar. Maar als je zelf de juiste maatregelen hebt getroffen of kan treffen in overleg met iemand die je kan helpen, dan denk ik toch dat je terug kan kijken op een jaar waarin we toch iets gezonder zijn geworden, maar we nog niet alles direct kunnen merken. Meneer Gijsbergs, heel hartelijk dank voor de uitleg en ook wat dit allemaal betekent. Nogmaals, de hartelijke felicitaties met jullie creditrating en men in Suriname zou maar zeggen, nog vele na deze. Dank u wel. U heeft de heer Almar Gijsbergs gehoord, de commercieel directeur van de Vinabank. Doordat Vinabank het goed heeft gedaan, hebben zij een E-plus rating gekregen van Caricris. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het deel voor mij zag je mijn collega Richelle Maknak in gesprek met mevrouw Fine Chan over het 55-jarig bestaan van onze universiteit. En in het eerste deel zag je mijn collega Aranza Swedo in gesprek met de directeur van de Stedelingsschool in verband met hun 75-jarig bestaan. Mocht u deze aflevering hebben gemist, Heno, de herhaling is vanavond op kanaal 12.2. We zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan!